Goedemorgen. Dit is echt een grandioos succes hier. En het is vegetarisch ook nog. Mila heeft nieuwe schoenen. Daar is ze echt heel trots op. Ik zal eens kijken hoe ze heten. Want dit zijn dus Nike's. Dit is Gregor's pakje aan. Hij gaat ze nu in beeld doen. De naam hiervan, die zijn dus, daar kan je heel makkelijk instappen. En we dachten, dat is handig voor opvang. Maar dat is dus ook voor mensen met een handicap en zo. Zijn dit dus speciale schoenen die extra makkelijk zijn om aan te doen. Dus geen veters, gewoon zo'n hop erin. Maar goed, ze is er zo trots op dat ze dus ook nu weer even gedragen worden. Ze zijn echt net binnen. Mooi schatje. Gregor is even naar familie trouwens. In Den Haag. Hey. Hey. dus die komt vanmiddag weer terug. Also, we hebben het een beetje opgegeven met vlekken in kleding. Dat is echt niet te doen. Het kan niet allemaal perfect zijn. Tada. Hij is even naar Den Haag. We blijven hier, anders is het misschien een beetje te druk. Ook al is Mila heel rustig, maar het is voor nu even oké zo. We zien hem vanmiddag weer. Maar er is nu ook F1, dus het is vet druk op de weg richting Den Haag. Ik had net met Mila bij de bakker lekker broodjes gehaald. En ook zo'n gembertaartje die Gregor mee kan nemen naar familie. En ik vind echt... Ik snap wat mensen zeggen met... Dat je gewoon echt prima kan genieten met je kind. Lekker thuis, lekker in je tuintje. Gewoon lekker naar de bakker gaan. Van die kleine dingen. Ik word er wel gewoon echt heel blij van. Het hoeft niet allemaal heel uitgebreid en zo. Het is gewoon, this is good, this is life, weet je wel. Ja, oh, gaat in je shirt. Heb jij blokken in je buik? Jij hebt blokjes in je buik? Ja. Oh my god, er zitten inmiddels 20 blokken in. Oké, ik heb met Mila door het dutje meegeslagen. Ik heb letterlijk mascara, brows even snel. Look of the day. Mila de look of the day. Gregor is terug. We gaan naar Hiswa. Heel snel. Dat is een botending. Hij is terug van familie. En dit duurt tot 6. Het is nu 3:30. Het is een uurtje rijden. Dus we willen even 1,5 uur nog meepakken. Hoe cool is deze jurk? Die heb ik bij een webshop gevonden. Dit is zo'n sustainable merk. Wat dan dat ze dit met de hand maken als je het bestelt. Zo cool. Wacht. I mean, is dit cool of wat? En dan groeit ze door. Het heet iets van salt. Dit of zoiets. Super cute. Oh jongens, ons Amerika huis, de vloer. Oh. Ach jongens, mijn hart. Ze heeft papa gemist hoor. Zo cool, kijk hoe fancy Laura eruit ziet. Oh lief. De boat life outfit. Oh. Vet hoor, deze boten. Mila heeft deze gekozen. Gaan we gaan. Ja. Gaan. Mila wil zo graag een boot in. Ja. Ja. We zijn bij Batavia zat, Bami broodje. Mevrouw heeft sushi. Ze heeft er al hoeveel op? 3. Ze heeft er al 3 op. Van mijn handen. Oh my god, Le Creuset Outlet. En de child wil alleen maar tussen tas en kinderwagen inlopen. Oh, ze hebben weer geweldige dingen. Jongens, deze pan. Hij roept hun naam. Deze maat, deze alles. Do I need it? In plaats van de koekenpan. Uh-oh. Uh-oh. Oh. Bernie. Oh, campers ook. Ja. Dit is zo'n leuke plek, hè? Elke pas hier komen is leuk. Hier zo, dit stukje. Ja, dit is mooi. Prachtig. Ja, dit is wel echt... Voelt dat een beetje als de Key West van die rit van Key West? Toch? Het lijkt zo erg op deze rit altijd. Het is wel echt heel mooi. Je zag net ook zo'n dude die dan muziek aan het maken was met zichzelf filmen. En dan allemaal van die ganzen die zo heel laag zo eroverheen vliegen. Ja. Ja, dit is wel nice hoor. Ja. Leuk. Oh my god, we hebben nog 12 kilometer op de teller. Is dat op Eco? Ja, staat op Eco. We moeten nog 7,8. Oh my god, hij schiet van 12 naar 10. En meanwhile, 5,6. Oh oh. Ik laat hem even opladen. Ik heb hem nu op filestand. Dan laat hij op zodra je loslaat trekt. Oké. Zie je, daar gaat hij remmen. Mila heeft dit nummer ontdekt op repeat.
Oké, we moeten nog 3 kilometer. Hij zegt 8 kilometer. Is dat omdat die airco zo gek stond? Nee, de airco stond voor ongeluk niet op auto. Is maar dat... echt op loeien terwijl. Oh, hij heeft zoveel energie gevreesd. Ja, dat denk ik wel. 6% jongens, thuis aangekomen met 6%. Die lag achter. Ja, die heb ik daar neergelegd. Wij zijn thuis. Mila ligt op bed veel te laat. En we hebben bij Dunkin' Donuts gehad. Want we hebben die gekocht net. Want bij de tattoo hebben we dat niet gedaan. En dat is wel traditie wel. Als wij een tattoo zetten, dan eten we een donut. Lief is lief. Ja, lief is lief. En, oké, granted, het hoort eigenlijk... Bij wat? Krispy Kreme. Oh, ik denk, je gaat niet stop. Ga huizen. Wat doe de vlogcamera uit? Maar ja, normaal. Normaal. Alsof het zo waar. Het is letterlijk één keer gebeurd. Het is letterlijk één keer. Maar dan halen we bij Krispy Kreme een donut. Dat hebben we letterlijk alleen bij de eerste. Ja. Ja. Wat hebben we bij de Dino gedaan? Een Dino hebben we de donuts gehad. Ja, waarschijnlijk. Het is dus letterlijk meer traditie om dan een donuts te halen. Oh, yes it is. Dan Krispy Kreme. Cheers. Yes. We zijn in conspiracy theories dingen lezen. Gewoon, soms heb je van die hele bizarre dingen toch. Maar we hadden het net over aliens en ufo's en dat soort dingen. En ik wil graag weten, wat denken jullie dat er buitenaards leven is? Ja. Geloven jullie in, ja, wij wel. Hoeft natuurlijk niet gelijk het marsmannetje te zijn zoals je kent in cartoons. Maar geloven we in ufo's? Geloven jullie? Nee, ik zeg het moet verkeerd. Wacht, ik vraag het verkeerd. Geloof jij in ufo's en buitenaards wezens? Leven. Is er meer leven dan op aarde? Ik ben heel benieuwd wat jullie... Ja, wat gebeurt daar buiten? Ik hoor echt allemaal dingen en... Vuurwerk, denk ik. Vuurwerk, ja. You never know. 9 van 10 keer is vuurwerk, hoor. Maar precies... Waar gaat hij weer? Zit daar iemand? Ja, I know. Team zit naar hem te kijken. Ik denk ook op de deze kant te kijken. I know! Ik zat aan het tikken. Hij zit zo in de binnenkant, blijkt wel. Moet mijn motto wat gordijn dicht doen? Mm-hmm. Kun jij die doen? Zal ik het doen? Hey guys. Hey guys. We hebben vandaag een hele leuke dag gehad. Het is wel een beetje laat geworden, hè? Als in... Ja, het is wel laat. Ja. Ik moet zeggen... Mila ging echt tussen 7 en 8. Nee, verkeerd. Tussen 6 en 7 slapen heel lang. En ze is nu echt wel een beetje geshift naar wat later. Dat we er ook echt wel wat later mee kunnen nemen. Maar ik merk wel dat het niet per se dat je denkt, we moeten elke dag tot zo laat in bed gaan. Ben je dat ook? Ja, ik mis 2 opladers. Oh, die heb ik in de lader gelegd. Waarom mag ik niks opladen? Nee, je mag wel opladen. Nee, maar het waren zo. Je mist er 2, maar er lagen er echt 6 of zo. Opladen. Dat is weer een nieuw liedje. Maar, wat zou je zeggen? Ja, dat we merken van, oké, zij kan wel wat langer aan, maar het is niet ideaal. Nee. En ik snap nu waarom dus mijn ouders vroeger altijd zeiden, je moet nu naar bed. En ik dacht, ik ben helemaal niet moe. Maar ik snap nu waarom. Je denkt, nou ja, omdat een kind waarschijnlijk denkt, ik ben echt niet moe hoor. Ik kan nog lekker koeken, zoals Mila altijd doet. Maar als je dus gewoon te weinig slaapt of te laat, dan zijn ze de volgende dag toch echt crankier. En worden ze 's nachts ook wakker en zo. En... Het zijn net mensen. Het zijn net echt mensen zoals jij en ik. Dat is gek, hè? Ja. Alleen ze moeten zelf nog leren met slaapjes en... I get it, though. Ik rek ook de avond. Waar is je nou omlaag? Nog wel een zoekje. Van mijn tijd. Dat is een, ik zie dit, maar waar is de rest? Ja, daar ook, alles ligt daar. You know, this is not mine, that do you. kijk eens staan. Oh mijn god. Ik kan me namelijk wel vertellen dat ik nog nooit een oplader heb geglitterd. Het is echt een goede tip. Mag ik even de glitter? Ja, deze, dit is dus zo'n kontje. Daar heb ik ooit een glitter... Wat? Ik ben zelf zo'n kontje. Daar heb ik ooit glitter nagellak op gedaan. Maar dat is echt perfect om je lader terug te vinden. Want dan is het van, wat is dit? Wat is het? I don't know wat dat glitterding is van mij. En ik had ook, die had ik dan ook geglitterfied. Alleen die is op een gegeven moment wel kapot gegaan. Maar nog steeds. Dit was echt een nieuw Babylon. Zo lang hebben we deze al. Ja. Oh. Had ik jouw scherm al gefilmd? Zijn scherm een stuk? Ja, ik wilde het ook met... Voor mij had ik het al gevlogd, maar in ieder geval... Ja, that's the thing. Ik weet niet of je het ziet, ja. Kijk nou, die is gevallen. Oh. Goed kapot. Ja. Very goed kapot. Ik was het niet. Ja. Oké.
ga de vlog afsluiten. Wel trusten, bedankt voor het kijken. Vroeg was het ook niet. Nee, volgens mij had ik al gezegd dat Max was. Oh. Tot morgen. Bye. Dag, wat rustig.